Dit is het vijfde college fonologie in onze reeks fonologie. En het is in zekere zin de tweede aflevering in een superreeks daarin die gaat over het eigenzinnige gedrag van kenmerken. Het eigenzinnige gedrag van kenmerken dat we noemen autosegmentele fonologie. Je kunt deze video, dit college, echt niet op zichzelf bekijken. Het hangt echt af van het vorige college. Wat was daar ook weer aan de hand? En dan ga ik het toch uitleggen dat je denkt, oh, nu hebben we een samenvatting gehad, hoef ik die vorige niet te zien. Dat is dus niet zo. Enfin, wat was er aan de hand? We constateerden daar dat het goed is om te zien dat fonologische kenmerken, zoals tonen, maar zoals we vandaag zullen zien ook andere kenmerken, dat fonologische kenmerken een eigen gedrag hebben. Ze zijn georganiseerd op hun eigen lijnen. De naam van die lijnen heb ik volgens mij niet genoemd. Staat natuurlijk wel in het boek. Tiers. Dus het kenmerk toon. Hoge toon, lage toon, hoge toon, lage toon, hoge toon, lage toon, hoge toon, lage toon. Ik voel voor een deel buiten beeld. Die staan op een eigen lijn. En die zijn geassocieerd met de andere kenmerken. Met bijvoorbeeld de andere kenmerken van klinkers. Een klinker is dus niet een soort volkomen afgebakend geheel los van de rest. Nee, het is een verzamelpunt van allerlei soorten kenmerken. Een belangrijk type evidentie daarvoor heb ik vorige keer nog niet genoemd. En dat is wat in het Engels heet de Obligatory Contour Principle. OCP. Ik vertaal die term eigenlijk nooit, maar dus verplicht contourprincipe zou je kunnen zeggen. Maar ik zal voortaan het hebben over OCP. Dus, en wat zegt die OCP? Die zegt contouren zijn verplicht. Dat wil zeggen, je wil liever niet twee keer hetzelfde kenmerk naast elkaar hebben staan. Dat is een goed voorbeeld van iets wat onderzoekers van individuele talen in de loop van de decennia, in de loop van de eeuwen misschien zelfs wel, hebben geobserveerd voor hun eigen taal. Kennelijk wil je niet bijvoorbeeld twee hoge tonen naast elkaar hebben staan. In onze talen. Voor allerlei talen is dat geobserveerd. Wat wij nu zeggen is, dat is kennelijk een kracht die in alle talen werkt. In sommige talen zijn er gehoorzamer aan die kracht dan andere, maar in alle talen werkt die. Het is iets wat talen doet werken. Goed, dat ga ik in eerste instantie illustreren aan de hand van toon. En net zoals vorige week aan de hand van tonen in Afrikaanse talen. Bijvoorbeeld, laten we even kijken naar deze twee woorden in het Kirundi. Een taal die gesproken wordt in Burundi. Nou, deze twee vormen. Neem het even niet op. Wat je daar ziet, zijn twee vormen van hetzelfde werkwoord. Barira. Ik zeg het nu even zonder de juiste tonen. Naaien. Dus het eerste voorbeeld is narazibarira. En dat betekent ik was ze aan het naaien. Maar dat ze, dat leidend voorwerp, kun je ook weglaten. En dan zeg je narabarira. En wat je nu ziet is dat als je dat zi weglaat, dan verandert de eerste lettergreep van barira van een hoge toon in een lage toon. Dus in het eerste voorbeeld is het barira. In het tweede voorbeeld is het barira. En dat heeft iets te maken met het feit dat in het eerste voorbeeld er dat leidend voorwerps pronomen bij staat. En in het tweede voorbeeld niet. Wat heeft dat ermee te maken? Nou, Bantu-taalkundige. Kirundi is een Bantu-taal. Er is een beroemde Vlaamse Bantu-taalkundige geweest, Meelse. En die noemde dat, of eigenlijk naar hem is een regel genoemd, Meelsens regel. En die zegt, als je twee hoge tonen naast elkaar dreigt te hebben, dan verandert de tweede hoge toon
in een lage toon. Dus je kunt niet twee hoogtonen naast elkaar hebben. En als dat wordt gecreëerd, bijvoorbeeld doordat de morfologie twee vormen naast elkaar zet die allebei een hoge toon willen hebben, dan verandert de tweede hoge toon in een lage toon. En dat is wat er gebeurt in het tweede voorbeeld. Na-ra-ba-ri-ra. Die oorspronkelijk een hoogtoon had, ba, die is in een lage toon geworden. Waarom? Omdat die onmiddellijk volgt op ra, dat ook een hoge toon heeft. Dus Kirun die heeft anders dan Kikuyu, de taal waar we vorige week over hebben. Eigenlijk wordt iedere toon al in het lexicon gespecificeerd. En die toon die blijft ook bij het morfeem waar die bij gespecificeerd is. En barira heeft dus een hoge toon en dan twee lage tonen. Ra heeft ook een hoge toon. En dat kan niet. Je kan niet twee hoogtonen naast elkaar hebben. En dan verandert de fonologie, verandert de tweede hoogtoon in een lage toon. En waarom gebeurt dat niet in het eerste voorbeeld? Wel nu, in het eerste voorbeeld staan er tussen ra en ba, tussen die twee hoogtonen staat zi, wat van zichzelf een lage toon heeft. Dus dan staan die twee hoogtonen niet meer naast elkaar. Nou, dat is wat dat Milsons regel zegt. Die zegt dus bij twee hoogtonen verandert de tweede in een lage toon. En wat wij nu zeggen als mensen die geïnteresseerd zijn in hoe, niet specifiek alleen maar Bantu-talen, maar hoe talen in het algemeen werken, zeggen we, alle talen zijn onderhevig aan dat obligatory contour principle. Dat zegt twee hoge tonen, in dit geval twee hoge tonen naast elkaar, heb je liever niet. En het Bantu lost dat probleem als het ontstaat op, door de tweede hoogtoon te veranderen in een lage toon. Dus zo zien we Milsons regel als een soort instantie van iets dat algemener is. Het is zeker algemener in andere Bantu-talen. Kijk bijvoorbeeld naar deze voorbeelden uit het Shona. Een Bantu-taal die in Zimbabwe en in Zambia vooral wordt gesproken. Hier zie je in het linkerrijtje een aantal zelfstandige naamwoorden. Hond, vis, army worms, wat dat ook mogen zijn. Enzovoort. En in het tweede rijtje zie je diezelfde vormen, maar dan met een voorzetsel ervoor. Dus met een hond, met een vis. En zoals army worms, wat het dan ook mogen zijn. Wa heeft een hoge toon. Hove heeft ook een hoge toon. Allebei de lettergrepen hebben een hoge toon. En wat je ziet is dat als je een ne en se, dus voorzetsel ne en het voorzetsel se, die hebben allebei ook een hoge toon. Als je die twee met elkaar combineert, ook dan verandert de tweede hoge toon in een lage toon. Dus ne boa, niet ne boa, maar ne boa. Niet ne hove, maar ne hove. Niet sembun. Sembunduzi, maar sembunduzi. Je ziet nog iets hier meteen, namelijk dat hove, je zou kunnen zeggen hove, maar dat hove, dat heeft twee hoge tonen naar elkaar. Dat mocht toch niet? Wat we voor dit soort monomorfemische vormen kunnen zeggen en niet voor bimorfemische vormen, zoals die andere vormen die we zeggen, dus wat we daar logischerwijs kunnen zeggen is, ja, maar dat is dezelfde hoge toon. Dat is één hoge toon die geassocieerd is aan twee lage tonen. Dat schendt dat OCP dus niet. Want OCP zegt je mag niet twee hoge tonen naast elkaar hebben. Je mag wel één hoge toon hebben die vastzit aan twee verschillende klinkers. Sterker nog, dus eigenlijk een hove, zo'n woord als hove, kan gegeven de OCP eigenlijk ook alleen maar die vorm hebben van één hoge toon vast aan twee klinkers. En vandaar dat die ene hoge toon van hove, als die verandert, als die weg moet en veranderd moet worden in een lage toon, dan veranderen dus allebei de klinkers in een lage toon. Logischerwijs zou je kunnen zeggen, als je zo ne, hove, ne, dus hoog, laag, hoog, als je dat zou zeggen, is ook geen schending van de OCP. Alleen dat kun je niet zo doen. Want dan verander je, ja, dat kan niet, er is maar één hoge toon. Die verander je en dan verander je meteen voor alle klinkers. En dat geldt ook nog voor dat Bunduzi. Dat zijn drie hoge tonen op rij, maar het is ook weer drie keer
dezelfde hoogtoon. En als die verandert, verandert die dus integraal. Als je twee morfemen samenvoegt, dan kunnen die niet dezelfde hoge toon zijn, want ne heeft zijn eigen hoge toon en wa heeft ook zijn eigen hoge toon, want zo zitten ze in het lexicon gespecificeerd. Ze zitten niet in het lexicon al aan elkaar vast, want het zijn verschillende woorden. Ze kunnen dus niet die hoge toon delen en dus is de oplossing die er dan moet worden gekozen een andere, namelijk, zoals gezegd, die tweede hoogtoon moet veranderen in een lage toon. We hebben dus nu eigenlijk al twee manieren gezien waarop de OCP werkt in Shona. Dus de eerste is dat het een verandering in werk zet. Dat het, als je een situatie creëert waarbij twee hoogtonen naast elkaar komen te staan, dan ga je iets veranderen, dan zet je iets in werking, namelijk een verandering van de tweede hoogtoon naar een lage toon. Waarom niet van de eerste hoogtoon naar een lage toon? Ja, dat is iets. Dus welke oplossing je precies kiest, dat is iets van de specifieke grammatica van de taal. En Bantu-talen kiezen kennelijk deze oplossing, Mielsen's regel. De tweede manier waarop we de OCP in werking hier zien, is dat in het lexicon vormen ook niet twee hoge tonen naar elkaar kunnen hebben. Ze kunnen alleen maar één hoge toon hebben, die dan vast kan zitten aan twee verschillende segmenten. Twee hoge tonen op rij komt niet voor. Dus het niet alleen geldt voor hove, dat allebei die hoge tonen veranderen in lage tonen. Er is geen enkel woord in het Shona dat dat anders doet. Er is geen enkel woord van twee lettergrippen met allebei een hoge toon, waarvan alleen maar de eerste hoge toon verandert in een lage toon. Het is dus iets van de structuur van woorden in het Shona. Het is iets wat je moet leren als je als kind bijvoorbeeld Shona leert. Nou, dat zijn de twee manieren. Het kan, als je twee hoogtonen op rij creëert, dan zet het iets in werking, een verandering. En het zorgt ervoor dat lexicale vormen een bepaalde structuur hebben. Dat laatste noemen we morpheme structure constraint. Dus een beperking op de structuur van morfemen. In dit geval voor Shona. En die beperking die is dus, ja, zou je zeggen, gehoorzaam aan of een afgeleide van de OCP. In Shona zijn er nog meer manieren waarop het aan het werk is. Dat zie je in dit voorbeeld. Ik moet eerst even uitleggen wat daar gebeurt. Je ziet daar, neem de eerste voorbeelden. Je ziet daar een woord, svirongo. Dat betekent twee lage tonen en een hoge toon. Dat betekent waterpotten. En je ziet het woord voor vier, dat is zina. En dat betekent vier. Telwoorden zet je in het Shona syntactisch na het zelfstandig naamwoord. Dus je zegt, je zou geneigd zijn om te zeggen svirongo. Zwina. En wat je daar ziet is dat daar aan die zwi, aan die toon van de eerste lettergreep, verandert er iets. Namelijk de lage toon verandert in dit geval in een hoge toon. De lage toon verandert in een hoge toon. Dat heeft niks met de OCP, op zichzelf niks met de OCP te maken. Dat is een fonologische regel, een fonologisch proces dat we in meer talen zien en dat de bedoeling lijkt te hebben om twee woorden die betrekking hebben op elkaar. Dus vier waterpotten is echt een woordgroep waarvan de twee woorden betrekking hebben op elkaar. Om dat uit te drukken zou je kunnen zeggen, worden die twee woorden ook letterlijk aan elkaar gelinkt door die hoge toon die van aan het einde van Sirongo staat te spreiden, zoals ze dat noemen, naar de eerste lettergreep van 4. Zie. Dus de lage toon gaat daar weg. Hij kan blijven bestaan op de laatste lettergreep. Neem maar ervan aan dat Zwina heeft allebei de lettergreep hebben een lage toon. Dat betekent er is één lage toon die zit op allebei die lettergrepen. Die lage toon die kan nu weg. Die kan door worden geschoven naar, of die kan overleven op de tweede lettergreep. En dus is er niks meer aan de hand. Die wordt gewoon uitgedrukt. Dus die maakt geen problemen, zullen we maar zeggen. En de eerste lettergreep gaat die eerste hoogtoon weg. Oké, dus dit is een proces. Een proces van spreiding van een hoge toon van de laatste lettergreep van een woord
naar de volgende lettergreep in het volgende woord, als die twee woorden op de een of andere manier syntactisch bij elkaar horen. Het volgende voorbeeld, typo is een naam, en dan akabika is, en toen kookte hij. En ook die twee zet je bij elkaar, typo. En toen kookte Chipo. Nou, ook die twee woorden hebben dan weer relaties tot elkaar. In dit geval is het ene het onderwerp van het andere. Die zet je naar elkaar. En in dit geval ook, in dit geval, die hoge toon van Chipo, die gaat ook naar de eerste lettergreep van het volgende woord. Dat is allemaal, dat is dus hetzelfde. Nu kijken we naar het derde voorbeeld. Dangatenga, ik kocht, en dan het leidend voorwerp, badza. Nou, ook hier weer, die kun je bij elkaar voegen. Dan is het leidend voorwerp en het werkwoord zijn samen predicaat, zijn samen het gezegde van de zin, vormen dus samen een woordgroep. En dus is de neiging van de hoge toon aan het eind van dangatenga om ook gerealiseerd te worden op badza, zou je zeggen. Dus een lage toon. Laagtoon verandert in een hoogtoon. Toch gebeurt dat hier kennelijk niet. Waarom gebeurt dat niet? Wel nu, als je die hoge toon zou spreiden naar de eerste lettergreep, dan zou die komen te staan naast de hoge toon van de tweede lettergreep. Dan zou je dus alsnog twee hoge tonen naast elkaar zetten. En dat zou een schending zijn van de OCP. Dat is de derde manier waarop de OCP werkt in het Shona. Dus de eerste manier is, als je zoiets creëert, dan zet je iets in werking dat dat repareert. De tweede manier is morpheme structure constraints, beperkingen op de structuur van woorden. Een woord zit nu eenmaal niet zo in elkaar, als zelfs niet in het lexicon, morfemen zitten niet zo in elkaar. En de derde manier is, je blokkeert bepaalde processen die er anders plaats zouden vinden. Een hoge toon spreidt niet naar de eerste lettergreep van een ander woord, als de tweede lettergreep van dat andere woord al een hoge toon heeft. Dit zijn dus drie verschillende manieren. Dus als je oppervlakkig naar het Shona kijkt, waarschijnlijk als je les neemt in Shona, dan op een bepaald moment moet je die dingen leren. Het is niet helemaal duidelijk dat in die lessen dan deze drie verschillende zaken aan elkaar worden gekoppeld. Waarschijnlijk moet je ze alle drie uit je hoofd leren. Maar ze hebben dus dezelfde formele verklaring. En die formele verklaring, die begrijpen we eigenlijk pas goed als we de autosegmentele fonologie in beschouwing nemen. Nu, dat dus die OCP is iets wat duidelijk werkt in menselijke taal, of dus in ieder geval in bantoetalen en in ieder geval voor toon. Je kunt betrekkelijk makkelijk bewijzen dat je het ook op allerlei andere plaatsen vindt. Dat wil zeggen in allerlei andere talen dan bantoetalen en in de tweede plaats voor allerlei andere kenmerken dan alleen maar toonkenmerken. Een voorbeeld vinden we in het Nederlandse taalgebied, in dit geval in Brabantse dialecten, niet in allemaal, maar er zijn Brabantse dialecten, de meeste Brabantse dialecten, en trouwens een veel grotere groep van dialecten, daar is het verkleinwoordsuffix is niet tje, maar ke. Dus een lempke voor een lampje. Alleen, als de stam eindigt op een k, boek, of op een g, op een K of een G eindigt, dan komt er in veel van die dialecten een S tussen stam en achtervoegsel. Je zegt niet boeke of buke, maar je zegt boekske of buukske. Dus of die oe in een u verandert, is nog weer een verhaal apart. Je zegt niet vliegke, maar vliegske. Sommige dialecten geldt het zelfs voor woorden zoals tang. Je zegt niet tangeke, maar
Tangeske of Tangske. Waarom? Wat is hier aan de hand? Nou, wat hebben de ke, de ge en de ne met elkaar gemeen? Dat zijn allemaal medeklinkers met dezelfde plaats van articulatie, namelijk velair. Je maakt ze met de achterkant van je tong bij je zachte verhemelte. Dat is wat ze met elkaar gemeen hebben. Het zijn ook precies de drie medeklinkers die dat in deze dialecten hebben. In ieder geval aan het eind van een lettergreep. En de k van aan het begin van ke is uiteraard ook velair. En kennelijk werd er dus in deze Brabantse dialecten een OCP, maar dan nu niet over toon, maar over velaire plaats van articulatie. Nog een voorbeeld, dat lijkt dat een beetje, in een soort heel abstracte zin, een beetje lijkt op het shona, is het Japans. In het Japans, zoals in het shona je een toonregel hebt die de toon verandert van de eerste lettergreep van het tweede woord in een constructie, heb je in het Japans in sommige constructies een regel die genoemd wordt rendaku. En die zegt dat de eerste medeklinker van het tweede woord, hè, dus je hebt twee woorden naast elkaar, de beginmedeklinker van het tweede woord verandert van stemloos in stemhebbend. Bijvoorbeeld, tama is het woord voor bal. En teppo tama, ja, maar mijn Japans is niet erg goed. Daar verandert de T in een D. Dat verandert dus van tama in dama. In sono verandert de S in een Z. In harasono. Harasono. Maar nu. In taba verandert de T niet in een D in satsu taba. Niet satsu daba. Waarom niet? In taba zit al een stemhebbende medeklinker. En als je die T stemhebbend zou maken, zou je dus twee stemhebbende medeklinkers op rij krijgen in het Japans. En dat mag niet. Dus precies zoals in het shona de eerste lettergreep niet van een lage toon in een hoge toon mag veranderen als de tweede lettergreep al een hoge toon heeft. Precies zo mag in het Japans de eerste medeklinker van een woord niet in een stemhebbende medeklinker veranderen als de tweede medeklinker al een stemhebbende als de tweede lettergreep al een stemhebbende medeklinker heeft. Dus precies hetzelfde. Dat is een van de aardigheden van natuurlijk van wetenschap, van taalwetenschap in dit geval, is dat je, ja, dat je dat soort overeenkomst, dus dat je als je op een bepaald abstract niveau van kijkt naar de feiten, dan beginnen ze iets met elkaar gemeen te hebben. Als je zomaar alleen maar shona leert en dan Japans leert, dan kom je nooit op het idee waarschijnlijk om die twee dingen aan elkaar te linken. Het is daarover nadenken, proberen generalisaties eruit te trekken. En een van die generalisaties die heel sterk is, is die OCP. Heel sterk. Niet in de zin dat deze wetten absoluut zijn. In het Nederlands kun je makkelijk twee stemhebbende medeklinkers in hetzelfde woord hebben na elkaar. Dus dobber. Daar is geen enkel probleem mee. Maar talen kunnen. Dus het is iets wat, ik zal maar zeggen, latent altijd aanwezig is. En waar talen in de loop van hun geschiedenis gebruik van kunnen gaan maken voor bepaalde kenmerken. He, dus Brabantse dialecten zijn dat voor velaire kenmerken gaan doen. Japans is dat voor stemhebbendheid gaan doen. Shona is dat voor toon gaan doen. Het is iets wat beschikbaar is en wat je kunt gaan gebruiken. Hoe dat precies zit, daarover kom ik een paar colleges verder op. Nog een keer uitgebreider op terug. Dat in het Japans heet de OCP Lyman's Law. Dus zoals die in het Bantu-Meelse regel heet, heet die in het Japans Lyman's Law. Zijn allebei dus nogal, ik zal maar zeggen, postkolonialistische termen. Zijn allebei genoemd naar westerse taalwetenschappers. Terwijl er in Japan zelfs natuurlijk een uitgebreide geschreven, zeer langdurige traditie is. En ik weet niet precies of dat voor Bantu-talen ook zo geldt. Misschien niet. Maar waarschijnlijk was het wel
ook bekend. Nou, in ieder geval is het heel vreemd om het natuurlijk om het te noemen naar westerse taalkundigen. Maar ja, dit is de terminologie die gehanteerd wordt. Dus moet ik jullie die terminologie op zijn minst aanleren. Je kunt misschien betere termen zelf verzinnen. Maar als je literatuur leest, dan moet je weten wat deze termen betekenen. Nou, we hebben hiermee dus een soort uitstapje gemaakt van de toon, van de, een overstap, moet ik misschien zelfs beter zeggen, een overstap van de tonen naar andere kenmerken. En die andere kenmerken die gedragen zich ook inderdaad ook autosegmenteel. Ook die hebben voor tonen autosegmenteel gedrag. Dat geldt voor de OCP, het geldt voor andere kenmerken ook. Dus zoals tonen kunnen spreiden, zo kunnen andere kenmerken bijvoorbeeld ook spreiden. Een bekend voorbeeld daarvan is een verschijnsel dat heet klinkerharmonie. Dat is iets wat we in heel veel talen vinden, niet in het Nederlands, maar in heel veel talen wel. Een bekend voorbeeld is het Turks, daar zie je hier wat voorbeelden van. De Turks heeft best veel naamvallen en de naamvalsuffixen, net zoals veel andere suffixen, die passen zich in klinker aan de klinker van de stam. En dat kunnen we begrijpen als spreiding. Dus zoals een toon kan spreiden van de ene lettergreep naar de andere lettergreep, zodat die andere lettergreep dezelfde toon heeft als de oorspronkelijke lettergreep, zo kunnen in het Turks klinkers, kenmerken spreiden van de ene klinker naar de andere. Dus de genitief is in als de stam iep is, is een, dat is die i zonder puntje, is een als de stam kus is, is u als de stam jus is en is oe als de stam oe is. Als de stam e is, is die in. Hij past zich dus niet in alle kenmerken aan, niet in de hoogtekenmerken als je precies kijkt. En het is een als het sap is. Het past zich in alle kenmerken aan behalve in de hoogtekenmerken. Het is van zichzelf hoog, dat suffix. Terwijl ler, het pluralis suffix, meervoud suffix, past zich alleen maar aan voor of achter en verder niets. En is zelf laag. Dus je hebt iep, ler. Iep is voor, ler is ook voor. Kus, lar. Kus is achter, lar is ook achter. Jus, ler, voor. En poe, lar, achter. Wat dat betekent is dus die kenmerken die spreiden van de klinker in de stam naar de klinker in het suffix. Een ander voorbeeld van spreiding dan spreiden van tonen. En zo in een boek geef ik meer voorbeelden. Zo zijn er allerlei voorbeelden van hoe allerlei kenmerken dit soort autosegmenteel gedrag vertonen. Ze spreiden, ze zijn onderhevig aan de OCP. Ze blokkeren bepaalde verschijnselen, ze willen liever niet te veel naast elkaar staan. Ze kunnen juist wel gedeeld worden tussen verschillende segmenten enzovoort. Die metafoor heb ik vorige keer al gebruikt, maar het is volgens mij een hele goede metafoor, die van een partituur. De klarinet die speelt en die houdt een toon aan, die gaat over een hele aantal verschillende noten die gespeeld worden door de eerste violen. Dus dat is één klarinettoon, bij wijze van spreken, die gespreid is over al die viooltonen. Zo moet je je dat ongeveer voorstellen. Dat is de structuur die autosegmentele fonologie ons biedt. Nu hebben we aan het begin van het vierde college en voor de duur van dit college tot nu toe hebben we eigenlijk dus het idee dat je ook klinkers en medeklinkers hebt, hebben we bijna weggeschoven. Dus in dit soort representaties zijn er bijna eigenlijk geen aparte klanken meer. Maar ze zijn er natuurlijk wel. Dus hoe zit dat nu in elkaar? We hebben nu al die verschillende lijnen, al die verschillende tiers met al die verschillende kenmerken. Alle kenmerken die we tot nu toe hebben gezien, allemaal zitten ze op hun eigen tier. Ieder van die tiers is een representatie van het verstrijken van de tijd, van laat naar, dus we beginnen met dit te zeggen en dan zeggen we dat. En associatie betekent dat sommige kenmerken gelijktijdig zijn. Toch is het heel waarschijnlijk dat er nog wel ook echt een niveau is van het segment. Een niveau is van de individuele klinkers en medeklinkers.
een niveau van het skelet, zoals we dat noemen. Dat skelet is ook zo'n tier, is ook zo'n lijn, maar daar zit, op die lijn zitten niet individuele kenmerken. Maar daar zitten alleen maar, dat is bij wijze van spreken de dirigent die de, en dan ook de dirigent die niks expressiefs doet, alleen maar de maat slaat. Op die tier, wat wordt meestal geschreven als x'jes, zijn alleen maar allemaal x'jes. En die x'jes zijn de maat, of anders gezegd, die x'jes staan voor individuele klinkers en medeklinkers. Alle kenmerken zitten vast aan die x'jes. Daarom heet het het skelet. Het is een soort, dus het is een, we hebben nu een soort driedimensionale representatie. Dus we hebben die, dat skelet. En daar zitten aan alle kanten zitten daar allemaal kenmerken aan vast. Er zitten allemaal aan vast. En een T is een punt in het skelet. Een T is een punt in het skelet waar een kenmerk coronaal aan vast zit. En een kenmerk plosief. En misschien een kenmerk stemloos als dat bestaat. Maar dus de kenmerken van de T hebben allemaal hun eigen leven. En zitten allemaal vast aan een bepaald punt. En op het moment dat ze allemaal aan dat punt vastzitten, dan zeg je als spreker een T. Nou, voor dat skelet, ook dat skelet vertoont dus autosegmenteel gedrag. Dat betekent dat als we nu even alle kenmerken van een I samennemen, dan kun je deze vier representaties hebben. Namelijk, je kunt een skeletpunt hebben, een X die, en een I die aan elkaar vastzitten. Je kunt een I hebben zonder skeletpunt. Je kunt een skeletpunt hebben waar twee klinkers, twee bundels van kenmerken aan vastzitten, bijvoorbeeld één van de I en één van de E. En je kunt twee skeletpunten hebben waar één klinker aan vastzit, bijvoorbeeld de I. Of ook voor medeklinkers, je kunt een T hebben met een skeletpunt aan elkaar vast, dat is een gewone T. Je kunt een T hebben zonder skeletpunt, je kunt een T, bijvoorbeeld een T en een S hebben, twee medeklinkers die aan hetzelfde skeletpunt vast hebben, of je kunt een T hebben die aan twee skeletpunten vast zitten. Voor al deze representaties kun je in talen evidentie vinden. Niet alle talen hebben alles. Nederlands is een taal waar je vrij strakke coördinatie hebt tussen skeletpunt en kenmerken. Er wordt niet zo heel erg veel mee gespeeld, maar je vindt het allemaal wel. Bijvoorbeeld die representatie van 1T die aan twee skeletpunten vastzit. Of 1E die aan twee skeletpunten vastzit. Medeklinker of klinker, dus medeklinker of klinkerkenmerken die aan twee skeletpunten vastzitten. Dat zijn representaties voor zogeheten lange medeklinkers of lange klinkers. Lange klinkers vind je bijvoorbeeld in het Fins. En misschien in sommige Nederlandse dialecten die een verschil maken tussen I en I. Sterker nog, in leenwoorden maken we dat verschil dus team, als op zijn Nederlands uitgesproken. Dus op zijn Nederlands uitgesproken, want de T spreek je op zijn Nederlands uit. Je zegt niet team, maar team. Dan zeg je nog steeds een lange I. Dus team rijmt niet helemaal precies op riem. Riem heeft een korte I en team heeft een lange I. Voor een R is een I altijd lang. Bier. Bier is niet hetzelfde I als de I van ziek. Dus je zegt niet ziek, dat is heel raar. En je zegt ook niet bier, dat is ook heel raar. Je zegt bier en ziek. En dus het Nederlands heeft op een heel beperkte manier lange klinkers. Lange medeklinkers vind je in bijvoorbeeld het Italiaans of het Fins. Talen waarin, dus waarin je een verschil hebt tussen papa en papa. Dus tussen een lange en een korte P. Dus een lange P is dus papa. Dus er zit eigenlijk een soort stilte in. Pap. Ik sluit mijn mond en dan, ja, goed, ik kan niet in de pauze iets zeggen, maar er zit een soort, dus papa. Ik overdrijf nu een beetje, maar je houdt je mondje. Je houdt je mond dus een tijd lang stil. Oké, dat is een lange medeklinker. Dat is een lange medeklinker, dat is dus in onze representatie twee skeletpunten die gelinkt zijn aan dezelfde kenmerken. Dat bestaat. En in het Italiaans is er bijvoorbeeld
In ieder geval in noordelijke Italiaanse dialecten is daar een soort van evidentie voor. In die dialecten heb je een verschijnsel dat heet raddoppiamento sintattico. Waarin als een letter, als een woord eindigt op een beklemtoonde klinker, citta, en het, ook hier weer, en het volgende woord begint met de medeklinker en hoort min of meer tot dezelfde constructie als dat eerste woord, dan wordt de eerste medeklinker van het volgende woord lang. La citta santa. De S wordt lang. Santa, als je het zonder. Als er niks aan vooraf gaat, zeg je Santa zonder lange S. Maar Città Santa in noordelijke Italiaanse dialecten. Waarom? Klemtoon, gaan we zien, gaan we later zien. Klemtoon betekent altijd ruimte. Klemtoon betekent extra lengte. Klemtoon betekent een extra skeletpunt. En dat kan in dit geval kennelijk niet worden gevuld door de klinker. Aan het eind van het woord kan een klinker niet lang worden in het Italiaans, maar het moet door iets anders worden gevuld. En dus wordt het gevuld door de medeklinker. Nou, dat is een klein beetje een soort van evidentie dat we gebruiken voor dit verschijnsel van twee skeletpunten die kenmerken met elkaar delen. Dat kennelijk, dus er is, je kunt een skeletpunt introduceren om twee woorden aan elkaar te plakken. Als het eerste woord eindigt op klemtoon. En dan kan dat skeletpunt worden ingevuld door de tweede medeklinker. En het resultaat daarvan is verlenging. Er is ook een verschijnsel dat heet compensatorische verlenging. Dat ook een soort evidentie daarvan geeft, maar dan voor klinkers. In het Engels zeg je goose in plaats van in het Nederlands gans of in het Duits gans. Daar is ooit een N weggevallen in het Engels. En wat dat betekent, waarschijnlijk betekent, is dat de kenmerken van de N zijn weggevallen, maar het skeletpunt niet. En dat skeletpunt is in dit geval dan opgevuld door de klinker. En die klinker is lang geworden. Dus het is niet goes, maar goes. Het is een lange oe geworden. Die lengte vult de opgekomen ruimte in. En die opgekomen ruimtedruk, dat is iets wat we uitdrukken met die skeletpunten. Is er nu ook evidentie voor de andere twee representaties die we nog hebben? Is er evidentie voor dat je een skeletpunt kunt hebben dat juist meer dan één kenmerk heeft? Kenmerkbundel heeft. Dus dat zowel een skeletpunt dat zowel de kenmerken van de T als de kenmerken van de S heeft. Waar je hieraan zou kunnen denken zijn misschien in het geval van medeklinkers dingen zoals tse in het Duits, Zeit, die tse. Tse. Dat begint als een te, het eindigt als een se en het is toch één klank. Het gedraagt zich ook aantoonbaar in veel opzichten als één klank. In het geval van klinkers kun je denken aan zogenoemde korte diftongen die sommige talen hebben, zoals oi of ai. Nederlands zijn dat waarschijnlijk wel degelijk twee verschillende klinkers, maar in sommige talen zijn dat precies, lijkt dat precies één klinker te zijn. Volgende keer, in de volgende video, ga ik het hebben over lettergreepstructuur en dan kom ik hier nog nader op terug. Kom ik hier nog nader op terug? Zoiets. De laatste soort representatie is die van een klinker of een medeklinker, die helemaal niet vastzit aan een skeletpunt. Laten we dat even bekijken voor medeklinkers. Voor medeklinkers is daar namelijk een aardig soort evidentie voor in een taal die we allemaal hopelijk een beetje kennen, namelijk Frans. In het Frans verdwijnt de medeklinker van sommige woorden soms, bijvoorbeeld van sommige bijvoeglijke naamwoorden, zoals petit. Aan het eind van petit staat in zekere zin een T. Dat weten we, want die T duikt op in de vrouwelijke vorm, petit. Ik bedoel, je kunt zeggen we spellen hem, maar in het Frans spel je allerlei letters die je nooit zegt en die je dus waarschijnlijk niet in de fonologische structuur zitten, maar in dit geval is er ook
echt fonologische evidentie. Ook als je het Frans nooit zou schrijven, dan wist je op een bepaalde manier dat er aan het eind van Petit een T staat, want die T duikt op in de vrouwelijke vorm petit of petite, afhankelijk van het dialect van het Frans dat je precies spreekt. Maar die T in het mannelijk verdwijnt dus als je zegt il est petit, hij is klein. Hij verdwijnt als je zegt mon petit camarade, mijn kleine kameraad. Maar hij duikt wel op aan het begin van, of hij duikt wel op in constructies zoals mon petit ami, mijn kleine vriend. Als het volgende woord, en ook weer hier weer, het volgende woord dat op een bepaalde manier in dezelfde constructie staat als petit, namelijk het zelfstandig naamwoord dat petit modificeert. Als die twee woorden samen in dezelfde constructie staan, dan duikt de T op als het volgende woord begint met een klinker. Waarom? Lettergrepen, ook dit is weer een beetje vooruitlopen op volgende week, lettergrepen, universeel in talen van de wereld, lettergrepen beginnen graag met een medeklinker. Dus er is iets wat een beetje mankeert aan ami. Er is geen medeklinker. Het idee is, die medeklinker wordt geprojecteerd. Dus zoals klemtoon in het Italiaans een x-slot, een skeletpunt projecteert na cita, zo projecteert het Frans voor ami zo'n skeletpunt. Een skeletpunt dat gereserveerd is voor een medeklinker. Daar hebben we dus een skeletpunt zonder kenmerken. Maar die T van Petit, die zelf heeft geen skeletpunt. Dat nemen we aan. Die T van Petit heeft zijn skeletpunt verloren. Daardoor kan die eigenlijk niet worden uitgesproken. Er zijn wel al die kenmerken. Maar die kenmerken worden nooit gerealiseerd als ze niet aan een skeletpunt vastzitten. Wat je uitspreekt als spreker, dat is een belangrijk punt. Wat je uitspreekt als spreker is het skelet. Je hebt die fonologische representatie, al die verschillende kenmerken. Uiteindelijk moet je dat gaan uitspreken. Wat je dan doet is je grijpt dat skelet. En alles wat er aan het skelet vastzit, wat er niet aan het skelet vastzit, verdwijnt. Wordt niet uitgesproken. Stray erasure heet dat. Het verdwijnt. Het blijft hangen. Het gaat niet naar de fonetiek. Het gaat niet door naar de daadwerkelijke instructies voor de organen. Dus die T, er zijn wel alle kenmerken van de T nog aanwezig. Ooit in Oud-Frans werd het gewoon altijd uitgesproken. Waarschijnlijk lang geleden. Die kenmerken zitten er nog wel. Maar het skeletpunt is verdwenen. Is door de tand destijds aangetast. Dus die kenmerken die worden normaal gesproken, il est petit, mon petit camarade, niet uitgesproken. Alleen als ami nu een skeletpunt projecteert, zonder kenmerken, dan heb je dus een skeletpunt zonder kenmerken en kenmerken zonder skeletpunt. Dan 1 en 1 is 2, zo gezegd. Dus dan link je die twee aan elkaar en spreek je dus een T uit. Nou, dat is mogelijk, in ieder geval een soort evidentie dat er behalve floating tonen ook floating andere kenmerken bestaan. Drijvende tonen, naast drijvende tonen, tonen zonder, die niet zijn geassocieerd aan enig segment, zijn alle kenmerken potentieel drijvend. Alleen drijvende kenmerken zijn minder gewenst. En de reden dat ze minder gewenst zijn, is dat ze uiteindelijk niet worden uitgesproken waarschijnlijk. Die twee dingen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Nou, dit is in betrekkelijk kort bestek de essentie van de autosegmentele fonologie. We hebben een manier om woorden op te schrijven die veel complexer is dan het alfabetisch schrift of zelfs het fonetisch schrift. Want segmenten spelen alleen maar een afgeleide rol. Het zijn niet soort van eendimensionale representaties waarin segmenten naast elkaar staan. Maar het zijn feitelijk driedimensionale representaties van allemaal kenmerken die om elkaar heen cirkelen in zekere zin. En die uiteindelijk allemaal, als het goed is, vastzitten aan een skelet. Een skelet dat geen is dat uiteindelijk wordt uitgesproken.
Dat geeft een complexe representatie. Het voordeel daarvan is dat we eigenlijk dezelfde soort structuren kunnen aannemen voor alle talen van de wereld. Dat kennelijk alle talen zo in elkaar zitten. Ik denk dat dat is omdat dit representaties zijn die uiteindelijk de tijd organiseren. Hè, verschillende gebeurtenissen in de tijd. Wat je doet met je lippen en wat je doet met je tong en zo. Die organiseren in de tijd. En dat dit de manier is waarop we tijd in ons hoofd organiseren. Nou, we hebben dus dat is een voordeel. We kunnen alle fonologische gebeurtenissen kunnen we vrij goed zo beschrijven voor alle talen. Dus het is heel complex en voor een individuele taal, dus als je alleen maar Brabants dialecten neemt, dan denk je, ja, waarom is dat nodig om dan aan te nemen dat je velaire plaatsen, kenmerken hebt en dat die allemaal naast elkaar staan en dat dat niet mag en dat er dan dus iets anders tussen moet staan. Maar je hebt nu een elegante notatie waarin je alle verschijnselen van alle talen met elkaar kunt vergelijken. En ze allemaal zo'nzelfde soort structuur hebben. Dit is het einde van onze zoektocht van naar de kleinste samenstellende delen van de fonologie. Wat we vanaf nu gaan doen is omhoog kijken naar steeds grotere structuren. Om te beginnen naar volgende week naar de syllabe of de lettergreep. Groepjes van klanken, van klinkers en medeklinkers, die samen aantoonbaar ook een geheel vormen. En daarna kijken we naar nog wat grotere groepjes. Groepjes van syllabes, die we voeten noemen. En dan naar nog wat grotere groepjes, die we woorden noemen. En uiteindelijk naar de allergrootste groepjes. De groepjes die nu af en toe ook al voorbij kwamen. Namelijk die van ja, woordgroepen, die op de een of andere manier ook in uitspraak, ook in fonologie bij elkaar horen. We zijn dus nu op de bodem beland. Het kleinste van het kleinste hebben we nu bestudeerd. En nu gaan we de komende video's, de komende colleges, gaan we kijken naar steeds grotere eenheden van fonologische structuur.